Hallo, welkom en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Deze keer gaan we het over wat technische aspecten hebben, namelijk de catalogus en je foto's verplaatsen van een interne schijf naar een externe schijf. En in deze video laat ik je stap voor stap zien hoe je dat doet. Eerst, ik heb even een testcatalogus aangemaakt en ik heb die genoemd. LRJAN.LRCAT. Werk je met uh, Apple, dan kun je hier met je rechtermuisknop klikken en dan zie je exact het pad. MacBook Pro, Macintosh. Ziet hij staat dus onder afbeeldingen Lightroom Jan Lightroom LRCAT. Daar staat je catalogus. Je kan het ook zien onder Lightroom Classic. En dan gaan we naar de catalogusinstellingen. Voor Windows-machines onder Bewerken Catalogusinstellingen. Klik die aan en onder Algemeen zie je de locatie waar je catalogus is opgeslagen. En je ziet hier staan onder Digidiaal Pictures LR Jan. Klik je op Tonen, dan kun je het ook. Uh, Zien hier in de Finder. En voor Windows ga je naar Windows verkennen. Dus hier zie je LR Jan. En je ziet hier ook het CAD-bestand staan. Nou, ik sluit deze weer even af. En wat belangrijk is. Ik heb er een hele hoop open staan, zie ik. Allemaal even sluiten. Oké. Okay. Wat belangrijk is, is dat je ook als je gebruik hebt gemaakt van. Presets, dat je die in ieder geval even gaat opslaan. En uh, dat kun je doen door op ontwikkelen te klikken. Kijk even onder je gebruikersinstellingen die je zelf hebt gemaakt of geïmporteerd. Als je niet weet waar die bestanden staan, dan klik je even met de, de rechtermuisknop muisknop op een gebruikersvoorstelling En dan kun je ook weer tonen in Finder doen. En dan opent Finder en dan zie je met welk pad. Je ziet het zit ver diep verstopt. Maar dan heb je hier gebruikersinstellingen. Maar ook onder import, imported settings zou je deze helemaal kunnen selecteren. Rechtsklik, kopiëren. En plak ze in ieder geval even op een plek. Want als ze niet meegaan in je nieuwe catalogus, dat je in ieder geval uh, daar een backup van hebt en weer makkelijk kan importeren. Dat is even een belangrijk dingetje. Daarnaast, uh, Wij willen dus gaan werken niet meer op de interne schijf, maar op een externe schijf. En dan wil je natuurlijk je presets natuurlijk ook op dezelfde plek hebben staan. Wat je dan moet doen is even klikken weer op Lightroom Classic of bewerken. En dan kiezen we voor de instellingen. En bij het tweede tapje, voorinstellingen, dus bij voorkeuren voorinstellingen, gaan we locatie. Dit vinkje zetten we aan. Voorinstellingen met deze catalogus opslaan. En dat is natuurlijk een heel groot voordeel als je extern werkt, dus met een externe harde schijf. En die externe harde schijf, die sluit je aan op uh, een desktop of op een andere computer. Dat je dan altijd je voorinstellingen er ook bij hebt staan. Dus dit vinkje aanzetten. Dan gaan we deze sluiten. Dan ga ik... Uh, ik heb dus... Even kijken. We gaan even naar de bibliotheek om jullie even te laten zien. Onder mappen heb ik... Nu één folder staan, basiscursus Photoshop en Lightroom. Er um, zijn niet heel veel foto's, 225 foto's, en uh, ik wil dat allemaal gaan verplaatsen naar een externe schijf. En uh, de volgende keer gewoon opstarten vanaf de externe harde schijf. Nou, ik ga zorg ervoor dat je in ieder geval een goede backup hebt als het fout gaat, dan uh, dat je dingen kan herstellen. Lightroom Classic, Lightroom verlaten nou, en dan hier komt hè de backup van de catalogus telkens wanneer Lightroom wordt afgesloten deze uh, heb ik altijd op, bij telkens staan je kan dat overslaan als je zegt van nou, ik wil geen backup en als je wel een backup wil klik je op deze knop de backup map ik heb die ook uh, bij, mijn, uh, inst of bij mijn catalogus staan Onder een subfolder voelde backups. Dan denk je, ja Jan, maar dat is geen backup, want het staat op dezelfde plek als uh, uh, op je harde schijf zeg maar hier. Dat klopt. Alleen uh, ik maak met Time Machine een externe backup. Time Machine is het backup programma van Apple. Ik uh, sla deze keer over. Ga rechtstreeks naar de Finder en we hebben een mapje afbeeldingen. En ik zei al, ik heb. Dit is mijn laptop. En die gebruik ik alleen voor de cursussen en workshops. En dus de indeling die hier staat is ietsjes anders dan ik zelf meewerk. Zelf werk ik met jaar, maand en dag. En dan heb ik mijn uh, foto's staan. Dus op deze manier werk ik op mijn eigen catalogus. Uh, we hadden een. Folder Lightroom Jan en met Lightroom Jan LRCAT. Je ziet daaronder ook Lightroom instellingen staan en bijvoorbeeld ook de verschillende presets. En die staan niet hieronder, maar die staan onder Settings en onder User Presets. En daar staan al jouw, vo of jouw voorinstellingen, oftewel de presets. Nou, wat ik, wat ik nu ga doen is. Ik kopieer Lightroom Yon plus de Folder basiscursus, maar als jullie thuis de hele Folder afbeeldingen willen kopiëren, dan selecteer je natuurlijk alle foto's en folders die staan onder afbeeldingen en die kopieer je op het exact dezelfde manier naar Seagate extern, want dat is mijn externe harde schijf. Dus ik klik deze aan en ik druk de Ctrl-toets in of de command toets en ik selecteer deze. Anders is het Command A voor Mac of Ctrl A voor Windows om alle folders in één keer te selecteren. Klik dan met je rechtermuisknop en kies voor kopiëren. Dan ga ik naar de, of naar de externe harde schijf. Maak daar ook een. Hoofddirectory aan afbeeldingen, dus klik met rechts een nieuwe map. In die map die noem ik afbeeldingen en daar rechtsklik plak twee onderdelen. Dus nou wordt mijn folder basiscursus met alle foto's gekopieerd in en, en ik heb de hele Lightroom folder. Dus voor, voor jullie uh, standaard bij het aanmaken van uh, of bij het installeren van Lightroom wordt er onder afbeeldingen wordt een folder aangemaakt die heet Lightroom en die folder die, uh, die is belangrijk want daar staat je catalogus ook in dus je moet al die folders ook mee kopiëren nou de folders zijn gekopieerd dus eigenlijk op je harde schijf hier afbeeldingen. Kopieer alle folders en bestanden dus naar je externe schijf. Ook onder afbeeldingen. Dus zorg ervoor dat dit exact hetzelfde is. Hier afbeeldingen en daar afbeeldingen en dan al je folders. Uh, eerst even wat anders. Als ze hier gekopieerd zijn, haal dan de hele folder hier leeg. Dus in dit geval uh, doe ik dan maar even twee folders, dus basiscursus leeg en de Lightroom folder, die sleep ik naar de prullenbak. In de prullenbak. ze zijn er niet meer, hè, dus normaal gesproken zou dit dan helemaal leeg zijn. Uh, als ik nou Lightroom op zou starten, ja, dan verwijst die naar de Lightroom catalogus op de harde schijf. Nou, die is er niet meer, die staat nu op extern. Dus wat kunnen we dan het beste doen? We klikken op die externe harde schijf, dus in Windows Scanner of in Apple Finder. Klik op afbeeldingen, ga naar de Lightroom map waar de catalogus staat. Dan zie je hier een bestand staan: LRcat. Dat is je catalogusbestand. Je dubbelklikt op dat bestand en Lightroom staat op. Maar nu staat Lightroom op vanaf de externe schijf. Hij maakt dus gebruik van de catalogus die op de externe schijf staat. Kijk, we zijn nu weer aangekomen in Lightroom. Als je hier goed kijkt, dan staat hier Macintosh harddisk. Je ziet hier een vraagtekentje staan en basiscursus Photoshop. En hier staan allemaal uitroeptekentjes nu. Niet schrikken, want ja, Lightroom verwijst dus naar die folder die op de interne schijf stond, maar die hebben we verplaatst. Die staat nu op extern. Die uitroeptekentjes, hè, dat betekent foto ontbreekt. En eh, Lightroom kan de folder of de foto's niet vinden. Nou, dat is heel makkelijk op te lossen. Die gaat staan op pictures, dus op het hoogste niveau. Rechts klik en je zoekt Maplocatie bijwerken. Die klik je aan Maplocatie bijwerken. En dan ga ik naar Seagate extern. Ik klik op Afbeeldingen. En dat is dus het hoogste niveau. En ik klik weer op Kiezen. En wat doet hij dan? Hij maakt een nieuwe koppeling aan met de externe schijf. Dus als ik deze openklap, dan zie je hier staan Seagate afbeeldingen, klap ik die open. Basiscursus, Photoshop. En alle uitroeptekentjes zijn weg en je hebt nu netjes de foto's en de catalogus op de externe schijf staan. Het grote voordeel is dat je dus nu overal met je schijfje, op elke computer kan inpluggen, zeg maar, en je staat Lightroom op. En uh, je kan werken met de folders. Maar heel even nog, um, als je nu, ik heb dus nu mijn laptop, ik heb de foto's er nu netjes weer in zitten. En als ik nu uh, met de, de externe schijf naar mijn desktop computer ga, naar mijn iMac, dan moet ook de iMac weten dat hij in het vervolg vanaf een externe schijf werkt. Nou, dat kun je eigenlijk op dezelfde manier doen. Je gaat naar Finder. Ik ga deze even sluiten. Je gaat naar Finder. Je gaat weer uh, naar dat LRK bestand Je dubbelklikt. Lightroom staat op. En de volgende keer weet je exact waar hij het moet vinden. Om dat even te laten zien: Hierbovenin bovenin, rechtsklik. Zie je nu staan Seagate extern, afbeeldingen, Lightroom, catalog. Dat is keurig de juiste verwijzing. Je kan het ook zien onder de catalogusinstellingen. Voor Windows-machines onder bewerken, menu bewerken, catalogusinstellingen. En dan zie je hier staan locatie, Seagate extern. Hij verwijst nu keurig naar de nieuwe volg. Sluit ik Lightroom nog een keer af. Hij gaat nu naar de nieuwe backup map. Volume Seagate dat is helemaal goed. De eerder geselecteerde backup map is niet beschikbaar. Dat klopt, want die hebben we verplaatst. ik kan nu gewoon op backup maken klikken. En dan maakt hij de backup op mijn externe schijf. En hij sluit af. Nou, je ziet het Seagate. LR Jan, de, de foto's staan hier. De backup map staat er ook. En mijn catalogus staat hier. Dus als je je externe schijf aansluit op een andere computer. en je hebt daar nog niet eerder met Lightroom gewerkt. of Lightroom verwijst nog naar een andere catalogus. start je Windows Scanner op of Apple Finder. Ga naar je externe schijf. Klik op afbeeldingen. Ga naar de map Lightroom en dubbelklik één keer op Lightroom LRcat. Dubbelklik, hij staat op en de koppeling is gelegd. Dus de volgende keer hoef je het niet weer te doen via Windows Verkenner. Je kan rechtstreeks gewoon je icoontje aan de onderkant aanklikken. Of op je bureaublad een snelkoppeling. Je ziet het werkt allemaal goed. Ik ga hem nog Eén keer afsluiten voor jullie en dan laat ik zien, ik sla, kijk, de, de melding is nu weg. Je ziet dat hij naar het juiste pad verwijst, ik sla hem nu over. En als ik nou hier aan de onderkant, dus mijn snelkoppeling, aanklik, dan zul je zien dat hij keurig gebruik maakt van de catalogus op de externe schijf. Nou, we gaan even kijken. Nou, dit ziet er allemaal goed uit. Seagate extern. De foto's zitten erin. En als ik kijk naar mijn catalogusinstellingen, dan zie je dat die keurig verwijst naar het nieuwe pad. Nou, heel verhaal. Misschien vind je het heel lastig, maar eh, als je maar goede backup maakt, dat is belangrijk. Hè? Dus mocht het fout gaan, dan heb je in ieder geval je backup. Maar het is. Uh, je moet even op met een paar dingetjes rekening houden. Zorg ervoor dat je presets uh, gebackup zijn. Als je voorinstellingen hier niet zichtbaar zijn, dan kun je met het plusje voorinstellingen importeren en dan uh, verwijs je eigenlijk naar de, de voorinstellingen. En de voorinstellingen. Die op een bepaalde plek hebt staan, zeg maar. En ik, ik, bij mij staan ze al op de juiste plek. Maar je klikt ze aan, je drukt op importeren en je presets zijn weer beschikbaar. Bedankt voor het kijken. Volgende keer een wat luchtiger onderwerp, maar ik merk gewoon dat er veel mensen met dit probleem zitten. En daarom deze iets wat langere video. Tot een volgende video.